Deze zomer kunnen we hopelijk weer op uitstap. Wil je wegblijven van de drukte? Het Brugse Ommeland zet dit jaar verborgen erfgoedplekken in de kijker. Zowel markante gebouwen als mysterieuze plekken in het groen. Allemaal plekken met een verhaal. Een jaar geleden kochten Joke en haar man Peter hier in Oudenburg een klein wit huisje langs het kanaal tussen Brugge en Oostende. Beter bekend als het Spaans Tolhuis, een voormalig tolkantoor dat ook dienst deed als herberg. Van hieruit werd ook de oude sluis van Plassendalen bewaakt. Al die dingen ontdekte Peter in de vele historische documenten die hij verzamelt. In de tuin hierachter houden ze een heel gezellige zomerbar. En intussen restaureren ze verder aan hun huis vol geschiedenis. Tussen Brugge en Oostende was hier ter hoogte van Plassendalen een overtoom. Een takelsysteem waarbij men schepen van het ene in het andere vaarwater kon takelen. En waar ook goederen van kleine platte schepen konden worden overgeladen naar grotere schepen. In de 16e eeuw werd hier door de Spaanse bezetter een fort gebouwd om het hinterland te beschermen tegen de rooftochten van de opstandige Oostendenaren. Oostende was toen bekend als een bolwerk van geuzen. En waar ze voor vrezen, dat gebeurt ook. Het fort wordt overrompeld. Maar door de plotse invallen van de winter kunnen de geuzen niet verder doorstoten. En dus is het verlies van Plassendalen maar van korte duur. En de Spanjaarden die hangen fier hun vlag terug. In de jaren die volgen veranderde het fort nog vaak van eigenaar. Telkens en opnieuw voorafgegaan door bloedige gevechten. Plassendalen groeide uit tot een gehucht waar het garnizoen kon verblijven. Nu, van die gebouwen is niks overgebleven behalve het Spaans Tolhuis. Het was hier anders wel een levendige bedoeling met veel goederentransport. Peter die vond in het Rijksarchief de tollijsten van de goederen die hier over Plassendalen verscheept werden. Wijn uit Bordeaux, kaas uit Amsterdam, konijnenpelzen en katoen uit Londen, brandewijn uit Duinkerken, lood en tin uit Rouen. In juni 1706 dringen de Engelse troepen door tot aan het fort. Onder hen bevindt zich Christian Davis, een vrouw. Niemand minder dan Daniel Defoe, de schrijver van Robinson Crusoe, die schreef haar levensverhaal neer. Zij was op zoek naar haar verloren echtgenoot en vermomd als man ging ze het leger in. Jarenlang at, sliep en vocht ze aan de zijde van haar medesoldaten. Ze plaste zelfs staand, waarbij ze gebruik maakte van een zilveren buisje dat ze door middel van lederen riempjes rond haar middel bevestigde. Ze speelde haar rol als man zelfs zo voortreffelijk dat ze op een dag door een prostituee beschuldigd werd haar zwanger te hebben gemaakt. Maar in plaats van het evidente bewijs van haar onschuld op tafel te leggen, betaalde ze liever de alimentatie. Zo roerig als het hier vroeger was om en rond het fort, zo rustig is het hier nu om te wandelen en te fietsen. Wie graag even wil uitrusten, die kan dat hier doen in de tuin van het Spaans Tolhuis. Het wandelen en fietsen hier langs het kanaal is sowieso fantastisch. Het hele stuk tussen Brugge en Plassendalen is een ongelooflijk mooie blauwe as. Een leuke tussenstop vind je op het tuinterras van het Spaans Tolhuis, waar je tot het najaar terecht kan voor een drankje, een hapje of een ijsje. Fiets- en wandelroutes rijgen de verborgen plekken aan elkaar. Voor deze plek is er een fietsroute uitgewerkt in Oudenburg, Gistel en Jabeke van 50 kilometer, langs vier verborgen plekken. De routes zijn gratis aan te vragen via de website van het Brugse Ommeland.